Leuk dat je kijkt naar de Publieksacademie van Medisch Spectrum Twente. Vandaag gaan we het hebben over hersenmetastase. Dat zijn uitzaaiingen in de hersenen van een tumor die zich op een andere plek in het lichaam bevindt. En die komen veel voor. Zo'n 30-50% van de longkankerpatiënten en 20% van de borstkankerpatiënten heeft uitzaaiingen in het hoofd. En dat zijn ongeveer 2-3 patiënten per week. Alle reden om het hier vandaag met elkaar over te hebben. Welkom bij de Medische Publieksacademie Twente. Bij mij aan tafel zitten vanavond Matthijs van der Meulen, neuroloog. Olivier van der Veer, neurochirurg. Anand Bamani, radiotherapeut, oncoloog. En Emmanuel Zietges, longarts. Hartelijk welkom allemaal, fijn dat jullie er zijn. Ik wil wel graag beginnen met jou, Matthijs. Jij bent neuroloog. Kun jij kort vertellen wat jij doet? Ja, we zien patiënten op de polykliniek en in de kliniek met neurologische klachten, zoals wegrakingen, of moeite met praten, moeite met kunnen lopen. En meer specifiek zie ik vooral patiënten die deze klachten hebben, die bekend zijn met kanker. En welke neurologische klachten hebben patiënten die hersenmetastase hebben? Een van de meest voorkomende dingen zijn wegrakingen, zoals epileptische aanvallen. Maar ook moeite met op woorden kunnen komen of je arm of je been minder goed kunnen bewegen, komt veel voor. En hoe kun je nou achterhalen wat de oorzaak is van dat soort klachten? Ja, we onderzoeken de patiënt natuurlijk nauwkeurig. We luisteren naar het verhaal, maar meestal maken we ook een MRI van de hersenen. Om erachter te komen wat de oorzaak van de klachten is en of dat bijvoorbeeld past bij een uitzaaiing. En wat is een MRI? Een MRI is een scan van de hersenen die met die kleine dunne plakjes maakt van het hoofd en heel nauwkeurig het hersenweefsel en veranderingen daarin in beeld kan brengen. En we hebben volgens mij twee mooie foto's van een MRI die mevrouw Nijland, de patiënt, ter beschikking heeft gesteld dat we naar mochten kijken. Kun jij vertellen wat we zien? Ja, we zien eigenlijk één zo'n plakje van die vele plakjes die je kunt maken bij zo'n scan. En we zien twee verschillende manieren waarop je zo'n scan kunt maken. De rechter hersenhelft is links in beeld en de linker hersenhelft is rechts in beeld. En wat we zien in de rechter hersenhelft is dat daar die witte bol zit die daar niet hoort te zitten. En die kleurt ook aan, zoals wij dat noemen, na het toedienen van contrast. En dat past heel erg bij een uitzaaiing. Dus dat kan heel erg passen bij een uitzaaiing, zeker als iemand al bekend is met kanker. En op het plaatje rechts in beeld zien we die grote witte vlekken. Vingervormig noemen we dat. En dat is vocht of oedeem. En dat is eigenlijk waar de patiënt nog het meeste last van heeft. Want dat drukt ook de andere gezonde hersenstructuren opzij. En dat is waar de patiënt dus de meeste klachten van heeft. Ja. En op het moment dat je dan zo'n MRI hebt gemaakt, Wat is dan de vervolgstap? Nou ja, we bespreken deze diagnose en ons vermoeden, ons sterke vermoeden met de patiënt. En vervolgens gaan we in een multidisciplinair overleg. Dus met de neurochirurg, de radiotherapeut, de longarts en de oncoloog. Zitten jullie eigenlijk allemaal bij elkaar? Ja. In overleg over wat de beste behandeling is voor deze individuele patiënt. Ja, want patiënten kunnen bij jou komen met neurologische klachten. Ja. Zonder dat er nu een kanker is vastgesteld of een geschiedenis van kanker. Maar ze kunnen ook bij jou komen, Manuel, als longarts. Klopt. Want longkanker is een hele belangrijke, een kanker waarin metastasen veel voorkomen. Ja, dat klopt. Longkanker is na huidkanker en borstkanker de derde meest voorkomende kanker in Nederland. Helaas ook de kanker waarbij het vaakst voorkomt dat er ook uitzaaiingen optreden na de hersenen. Ik vertelde al in de introductie dat dat in ongeveer zo'n 30-50% van de gevallen gebeurt. Hangt ook een beetje af van welk type longkanker het is. En dat kan inderdaad al zijn bij presentatie, bij het begin van de ziekte. Maar dat kan ook in het beloop van de ziekte gebeuren. En dat stel je dan op dezelfde manier vast? Er zijn soms redenen om alvast, ook al heeft de patiënt geen klachten, om toch daarna te gaan screenen. Hè? Dus dan doe je ook een MRI-scan van het hoofd. Maar het is ook juist taak bij ons om juist in een eventueel behandeltraject of in vervolg om te kijken of er bepaalde klachten optreden die zouden kunnen passen bij uitzaaiingen. En dan kunnen we ook inderdaad een MRI aanvragen. Of soms sturen we ze eerst naar de neuroloog om daar een oordeel voor te vragen. Dus je bent er eigenlijk al heel alert op, juist omdat het veel voorkomt. Ja, zeker. Ja. En als dan het is vastgesteld dat een patiënt hersenmetastase heeft, wat is dan mogelijk qua behandelingen?
Ja, er zijn vele behandelingen mogelijk. Soms kun je opereren, soms kun je bestralen. En soms kun je met medicatie, al dan niet in het infuus of in tabletvorm, de kanker en ook de uitzaaiing behandelen. Ja. En welke behandeling dus het meest geschikt is, wordt in het team, maar ook samen met de patiënt besloten. En wat voor factoren spelen dan een rol? Of de patiënt er last van heeft. Mm-hmm. Soms, zoals Emmanuel zegt, dan screen je erop en dan vind je een uitzaaiing, terwijl de patiënt daar nog helemaal geen last van heeft. Dat is heel belangrijk, want als iemand er last van heeft, heb je meer haast en veel belangrijker om er sneller iets aan te doen. Yeah. Of het er één of meerdere zijn. Als het er meerdere zijn, kun je meestal niet opereren. En als het er één is, soms wel. Dat zijn allemaal factoren die meewegen daarin. Ja. Olivier, als neurochirurg opereer jij mensen met hersenmetastase. Klopt. Wat maakt dat iets operabel is? In eerste instantie moet je kijken of het wenselijk is om iemand te opereren of niet. Zoals Matthijs net al zei, soms is een uitzaaiing groot en gaat er druk vanuit en hebben mensen daar last van. Neurologische uitval, hoofdpijnklachten. En wat noem jij groot? Over het algemeen groter dan 3-4 centimeter. Is meestal wel groot genoeg dat mensen daar echt wel klachten van kunnen krijgen. En het voordeel van een operatie is dat je vrij snel die massa vermindert, waardoor de druk en de klachten minder kunnen worden. Dus als mensen een relatief grote uitzaaiing hebben waar ze last van hebben, dan kan het een goede reden zijn om voor een operatie te kiezen. Maar we kijken natuurlijk wel heel goed naar de plek waar de tumor zit en ook de algehele conditie van de patiënt om te kijken of dat een wensbare, geschikte oplossing is voor deze patiënt. Met plek bedoel je dan waar in de hersenen of hoe diep? Ja, dat zijn alle twee hele belangrijke factoren inderdaad. Afhankelijk van waar het zit, kan het redelijk eenvoudig zijn om bij de tumor te komen. Maar als het heel diep zit of het zit op een hele plek waar hele belangrijke functies zijn, kan het best wel een risicovolle ingreep zijn. En soms kan het zijn dat we zeggen dat het te risicovol is en dat we dan niet kiezen voor operatie. Ja. En hoe bepaal je dan die plek? We maken gebruik van de MRI-scan waar Matthijs het ook eerder over had. En tijdens de operatie hebben we ook een navigatiesysteem die ons helpt om die tumor heel precies te vinden. En hoe werkt dat? Kun je daar iets van vertellen? Het is vergelijkbaar. Die MRI-scan kun je zien als een papieren landkaart, zeg maar. Yeah. Daar heb je een grof idee 2D. Van. 2D. 2D, waar alles zit, inderdaad. En het navigatiesysteem dat wij op de operatiekamer gebruiken is meer vergelijkbaar met de Google Maps op je telefoon. Dat laat niet alleen het tweedimensionele beeld zien, maar laat je ook zien precies waar op de kaart je bevindt. En dan kunnen wij dus zien waar op die MRI-scan we zijn op dat moment en waar die tumor dus is. Dus dat is een heel nuttig hulpmiddel om ons te helpen tijdens de operatie. En is dat iets waar jullie altijd mee werken? Eigenlijk wel. Als we operaties van de hersenen doen, en met name als er hersentumoren zijn, dan gebruiken we die altijd. Ja, mooi om te weten. Hoe lang is een patiënt dan nog in het ziekenhuis als hij eenmaal geopereerd is? Over het algemeen een paar dagen. Meestal zijn mensen na 3 of 4 dagen wel weer in staat om voor zichzelf te zorgen. Dat is best snel. En kunnen ze veilig weer naar huis. Ja. Het herstel gaat over het algemeen het beste thuis. Dus zodra het veilig is en iemand is weer zelfredzaam, dan gaat het over het algemeen, kunnen ze vrij snel weer naar huis. Mooi. We hebben twee kijkersvragen binnengekregen die ik graag aan jullie wil voorleggen. De eerste vraag. Ik heb heel vaak hoofdpijn. Moet ik me laten onderzoeken? Matthijs, mag ik die vraag aan jou voorleggen? Ja. Dat is een hele logische en terechte vraag. Er zijn natuurlijk veel mensen die hoofdpijn hebben. Maar de antwoord, hebben ze dan vaak hersenmetastase of uitzaaiingen? Ja. Het antwoord is nee. Eigenlijk hebben mensen met uitzaaiingen altijd meer klachten dan alleen hoofdpijn. Wat ik eerder noemde, wegrakingen, moeite met praten, krachtsverlies, gedragsverandering. Het is bijna nooit alleen maar hoofdpijn. Helder. Er is nog een tweede vraag. Hoe gevaarlijk is een hersenoperatie bij uitzaaiingen? Nou, Olivier, kun jij daar iets over zeggen? Een hersenoperatie met moderne technieken en de voorzorg die we nemen bij het uitzoeken van patiënten is over het algemeen een veilige operatie, waarbij de kans op een ernstige complicatie gelukkig heel klein is. Het is wel zo, we opereren in de hersenen in het hoofd. Als er een complicatie optreedt, dan kan die in potentie heel ernstig zijn. Ja. Dus vandaar dat we ook heel zorgvuldig zijn met kijken wie wel of niet in aanmerking komt voor zo'n operatie. Dat we niet onnodige risico's gaan nemen. Maar gelukkig is de kans dat er iets misgaat. Juist omdat je van tevoren heel duidelijk, heel
goed kijkt, wanneer. Precies. Hè, ja. Dus nogmaals, die grootte en die diepte van die plek van die tumor. Dat is ook waarom, als er ook meerdere plekken zijn, dan gaan we ook niet opereren. Want dan wordt het ook te riskant. Dan is het inderdaad logischer dat bijvoorbeeld aandacht met de bestraling aan de gang gaat. Dus het is relatief veilig. Dankjewel. Nou, een heel mooi bruggetje naar Anand. Want soms opereren, zegt Oliveira, in andere gevallen wordt gekozen voor bestraling. Ja. Jij bent radiotherapeut, jouw werk dit. Wanneer ga je bestralen? Kun je daar iets over zeggen? Ja, vaak zijn het ook wel klachtengevende symptomatische hersenuitzaaiingen die in het multidisciplinair overleg is besproken dat ze dan ook aangepakt moeten worden, al dan niet eerst met operatie. En dan radiotherapie, dus bestralingen. En dan worden de patiënten naar ons doorverwezen. Ja. En hoe gaat dat in zijn werk? Een patiënt komt bij je. Ja. Wat is dan het stappenplan? Dan bespreek ik met hun ook de MRI-scan. Waarop we dan de uitzaaiingen kunnen zien. En afhankelijk van uiteraard ook de uitgangssituatie qua conditie. Een patiënt moet wel in een redelijke conditie zijn. Rekening houdend met de al dan niet neurologische klachten van een patiënt, wordt dan een bestralingsplan geadviseerd. Waarbij we eigenlijk steeds vaker ook gaan richting precies alleen maar op de bestralingen te richten. De zogenaamde stereotactische radiotherapie. Dat is echt precisie, ja. Bestraling. Ja. En als je de MRI hebt, dan maak je nog een CT? Ja. We maken, voordat patiënten bestraald worden, wordt er naast de zogenaamde berekenings-MRI-scan ook een CT-scan gedaan. Die we dan met de beelden met elkaar fuseren, zodat we precies weten niet alleen waar en hoeveel uitzaaiingen erin zitten, maar dat we ook daarmee de bestralingsapparaat ook gericht op de desbetreffende locaties kunnen sturen. Maar ook tijdens de berekeningen de gezonde structuren in het brein ook in kaart brengen en ook aan het besturingssysteem kunnen zeggen van op deze plekken zo min mogelijk of als het kan helemaal geen bestraling te geven. Ja. En wanneer kun je een stereotactische bestraling of radiotherapie doen? Nou, de grenzen worden eigenlijk steeds meer en meer verlegd. Nog niet zo heel erg lang geleden was het eigenlijk in het binnen Nederland dat een patiënt niet meer dan 3 tot 4 uitzaaiingen zou moeten hebben. Dat de hersenvliezen niet aangetast zouden zijn. En dat de doorsnede van zo'n gezwel niet meer dan 4 centimeter zou zijn. Maar de trend is dat we eigenlijk nu steeds meer en meer uitzaaiingen kunnen aanpakken. En zijn die grenzen eigenlijk nu ook verlegd naar 10 uitzaaiingen. Zo. En jullie hebben een prachtig nieuwe technologie, de klopt, HyperArk. Ja. De HyperArk. Kun je daar iets van vertellen? Jazeker, ja. Dat sinds augustus van dit jaar zijn wij als eerste in Nederland hebben dat gelanceerd. Dat is een planningssysteem, een bestralingstechniek waarbij je door het gebruik te maken van kunstmatige intelligentie meerdere uitzaaiingen tegelijk kunt bestralen en eigenlijk ook wel de stralingsblootstelling aan de gezondere structuren nog de gezonde structuren nog beter kunt sparen. Prachtig. Ja. Je hebt volgens mij een heel mooi filmpje voor ons opgenomen. Ja. Laten we daar even naar gaan kijken. We bevinden ons nu in het bestralingsbunker, alwaar de patiënt stereotactisch bestraald gaat worden. Hierbij zullen wij proberen om alleen de uitzaaiing te bestralen, een radicale hoge dosis aan straling te geven en de rest van het gezonde brein zo goed mogelijk te sparen. De bedoeling bij deze stereotactische bestraling is dat we zeer nauwkeurig, tot op de millimeter nauwkeurig, de behandeling moeten uitvoeren. En daarvoor moet de patiënt heel erg stil liggen. En daarvoor wordt een patiënt gefixeerd middels een masker. De patiënt ligt hier met het masker, ligt hier muurvast hier op tafel en wordt de bestraling eigenlijk via dit buis op de patiënt op de uitzaaiing losgelaten. Waarbij het continu van belang is dat we alleen de tumor bestralen en niet de gezonde structuren. Dat doen we doordat er hier in het bestralingsapparaat zit er ook van die lode lamellen.
En als er straling zou komen op een gezonde structuur, dan gaan daar de lamellen dicht, zodat die gespaard blijven. En daar waar het gezwel aanwezig is, daar gaan ze weer open, zodat daar de hoge dosis aan straling komt. Een bijkomende manier zoals we eigenlijk, dat is de hyperarc-techniek, waarbij we eigenlijk middels de gerichte radiotherapie, de stereotactische radiotherapie, nog preciezer om de uitzaaiing heen kunnen concentreren en daardoor de omliggende gezonde brein nog veel beter kunnen sparen, is door middel van dit masker en dat het bestralingsapparaat, maar ook de tafel aan verschillende hoeken kan gaan draaien. Geeft ons dat de mogelijkheid, iets wat we eerder nog niet wisten of nog niet konden, om van verschillende andere hoeken toch nog gerichter de uitzaaiing te kunnen bestralen. Ja, Anand, prachtig om te zien. Nog zo'n stap te kunnen zetten. In het filmpje zag je een dame liggen, geen patiënt, maar die het demonstreerde, die ook een masker op had. Ja. Dat klopt. Kun je iets vertellen over het masker? Want dat is wel heel belangrijk in deze techniek. Ja, dat is juist omdat de gezonde structuren in het brein zo dicht bij de uitzaaiingen kunnen liggen, is het heel erg van belang om tot op de millimeter nauwkeurig iemand te kunnen bestralen. Dus een geringe bewegelijkheid van het hoofd kan al ervoor zorgen dat je niet meer zo accuraat bestraalt. Nou, daarvoor wordt er een masker van het patiënt gemaakt. Dat is een stukje plastic gedrenkt in lauw water, die over het gelaat van de patiënt wordt gemodelleerd en afgekoeld. En daarmee liggen ze voor een paar minuten muurvast op tafel. Ze kunnen gewoon ademen en praten. Het is een paar minuten. Ja hoor. Dat is wel goed om te weten. We hebben ook vaker patiënten gehad die heel veel last hadden van claustrofobie, maar ook die kunnen heel erg goed in een masker liggen. Ja. We hebben een filmpje volgens mij van hoe dat masker gemaakt gaat worden. Daar gaan we even naar kijken. Voor de bestraling om het hoofd gaan we een hyperarc-masker maken. Dat is een masker wat uit twee delen bestaat. Een deel is voor de achterzijde van het hoofd. En het tweede deel is het voor het voorhoofd, wat dan op elkaar in een frame komt vallen. We leggen de plaat voor het achterhoofd in warm water neer. En nu na 20 seconden wordt dat helemaal zacht en soepel. En dan halen we hem uit het water. En dat leggen we dan in het frame neer. Kijk, nu zakt het hoofd langzaam in het masker. Nu gaan we het eventjes goed aandrukken aan de huid, dat hij mooi aansluit. En nu moet het eventjes 5 minuten afkoelen, dat het masker weer mooi stevig wordt en mooi aansluit aan het hoofd. Nu gaat het tweede gedeelte in het water. Dat moet nu eventjes 5 minuten ook helemaal zacht worden. Leggen we hem over de patiënt heen. Klikken we hem eventjes vast. Drukken we hem bij de neus en bij de kin eventjes mooi aan, dat hij mooi aansluit aan de huid. Nou, dan moet het nog even 10 minuten goed afkoelen. Nou, dit is ook de manier waarop je dan straks met de bestralingen komt te liggen. In dezelfde houding. Het is eigenlijk een compleet op maat gemaakt masker voor het gezicht. Ja, dat klopt. Ja. Dankjewel, Anand. Mooi om te zien. Ja, dan hebben we operatie, bestraling. Zijn er ook nog andere behandelingsmethoden? Emmanuel? Ja, die zijn er zeker. Natuurlijk geweldig om te zien welke ontwikkelingen technisch allemaal nu mogelijk zijn. Hè? Dus daar zijn we heel blij mee. Wij kunnen natuurlijk de kanker ook behandelen met medicijnen. Nou, grofweg 3 groepen waar je dan over hebt. Dat is de chemotherapie, dat is de immunotherapie en dat is de doelgerichte therapie. Nou, chemotherapie, je weet denk ik de meeste mensen wel wat dat is. En ja, om verschillende redenen heeft dat altijd eigenlijk maar heel weinig en beperkt effect gehad op de behandeling van uitzaaiingen naar het hoofd. Als het al effect heeft, dan is dat vaak ook maar van kortere duur. Nou, gelukkig hebben we nu sinds een aantal jaren de beschikking over immunotherapie. Mm-hmm. Een heel ander soort behandeling. Mensen krijgen een medicijn via een infuus toegediend. Het medicijn zelf doet eigenlijk niks met de kanker, maar het doet iets met je eigen immuunsysteem. Ja. Eigenlijk geeft dit een zetje, zodat je eigen AV-cellen de tumorcellen gaan aanpakken. En daarmee dus hopelijk ook de uitzaaiingen in het hoofd. En het blijkt dus ook een veel effectievere behandeling te zijn. Nou, dan hebben we als laatste groep nog de doelgerichte therapie. Iets ingewikkelder om uit te leggen. Bij best wel een belangrijk deel van de longkanker
is er sprake van een mutatie in het DNA-materiaal. En die mutatie zorgt er eigenlijk voor dat er een bepaalde schakelaar in de cellen op aan gaat staan. Waardoor die cellen zich steeds blijven delen. Een soort oncogen noemen we dat dan. Ja. Het heeft overigens niks met erfelijkheid te maken. En tegen verschillende mutaties zijn de laatste jaren steeds meer medicijnen ontwikkeld die ook steeds beter worden. Het zijn vaak medicijnen in tabletvorm, die je dan gewoon één keer per dag slikt. En het zijn ook medicijnen die heel goed in de hersenen aankomen. En ook daar zie je dat dan die uitzaaiingen in het hoofd gewoon echt klein kunnen worden of verdwijnen met die doelgerichte behandeling. Nou, dat is dus iets wat je veel ziet bij longkanker, maar ook bij andere vormen van kanker is die doelgerichte therapie mogelijk. Ook weer het melanoom, maar ook bijvoorbeeld ook borstkanker. Ja, en doen jullie ook wel eens een combinatie van behandelingen, immuno, met... Ja, dat doen we wel. Het is best wel complex tegenwoordig, de behandeling van uitzaaiingen naar het hoofd. Juist omdat er steeds meer mogelijk is. We zullen dus ook bij ieder patiënt met het hele team moeten gaan nadenken van god, wat is voor deze patiënt nu de geschikte behandeling? Is dat immunotherapie? Is dat bestraling? Of is het misschien één uitzaaiing eerst opereren? Ja, dus dat is zo, ja. En hoe neem je dan je patiënt daarin mee? Nou, juist omdat er verschillende behandelmogelijkheden zijn, waarbij we ook niet altijd weten welke strategie nu precies het beste zal zijn, zul je zeker ook de patiënten bij moeten betrekken, omdat ook bijwerkingen bijvoorbeeld een rol spelen. Dus je hebt echt de input van de patiënt nodig om uiteindelijk te beslissen van god, wat is voor jou nu de beste behandeling? Wat past bij jou het beste? Dus je zult altijd samen moeten doen. Ja, de stem van de patiënt wordt wel degelijk heel goed. Zeker, heel belangrijk. Ja. Goed horen. We hebben een mooi filmpje van een patiënt, Erna Nijland uit Saasveld, die ons wil vertellen hoe zij het traject heeft beleefd. In maart 2019 kreeg ik binnen enkele weken te horen dat ik borstkanker heb met uitzaaiingen in de botten. En er werd me meteen verteld dat ik niet meer kan genezen. Van mei tot en met augustus 2019 zat ik aan de chemo, die gelukkig meteen goed aansloeg. Na de borstamputatie in oktober en het voortzetten met immunotherapie heb ik mijn leven eigenlijk best wel snel weer opgepakt. Ik ben weer gaan werken en ik heb mijn mountainbike weer uit de schuur gehaald. En juist in die tijd had ik het gevoel dat ik dat extra nodig had. In maart van 2021 kreeg ik opeens hele gekke verschijnselen. Mensen om me heen die zeiden dat ik anders reageerde. Mijn karakter zou veranderd zijn. En toen ik op een gegeven moment boven aan de trap stond en de onderste treden allemaal zag golven, toen hebben we actie ondernomen. Het ging allemaal heel erg snel. Op woensdag had ik een MRI en toen kreeg ik meteen te horen dat ik twee uitzaaiingen in mijn hoofd had. Daar had ik een gesprek met dokter Van der Veer, de neurochirurg. En die had zelfs al een plekje voor mij gereserveerd op de OK. Hij zei dat hij de tumor aan de rechterkant kon behandelen, operatief kon verwijderen. En dat dokter Bawani de tumor hier linksachter zou behandelen met radiotherapie. Afgelopen weken heb ik weer de controle-MRI gehad en de scans. En alles lijkt rustig. Ze noemen het stabiel. Ondertussen genieten we volop van onze vier kleinkinderen. En ja, het was wel een hobbelige weg, maar door de inzet van de topspecialisten van het MST en met hulp en steun van mijn man, de kinderen, familie en vrienden ben ik er eigenlijk heel goed doorheen gerold. En ja, met een beetje aanpassing kun je ook heel gelukkig zijn met kanker. Mooi om te zien dat het zo goed met haar gaat. Anand, jij kent haar ook persoonlijk. Klopt. Mooi. Nou, we hebben ontzettend veel langs horen komen vanavond. Wat kunnen we meenemen naar huis? Emmanuel, kun je daar iets over zeggen? Ja, kijk, ik denk dat het belangrijk is om te weten dat het hebben van een uitzaaiing naar de hoofd vaak heel veel impact heeft op een patiënt en op zijn of haar omgeving. Ze gaan een onzekere toekomst tegemoet. Nou, gelukkig met al die nieuwe ontwikkelingen die er zijn en ook de nieuwe behandelmogelijkheden die wij ze kunnen bieden,
is er ook voor deze groep patiënten toch echt wel hoop op, nou, in ieder geval betere behandelingen dan eerder. En zie je ook dat er patiënten zijn met uitzaaiing in het hoofd die na 4, 5 jaar ook toch nog in leven zijn. Dus het is echt steeds beter aan het worden. En ik denk ook het effort als een team, hoe jullie daarin opereren samen met de patiënt, dat een heel belangrijk ingrediënt is. Zeker. In de hele behandeling. Ja, zeker. Ja. Ja. Mag ik jullie heel hartelijk danken, want wij zijn aan het einde gekomen van deze uitzending. Iedereen in de studio bedankt en ik wil jullie thuis ook heel graag danken voor het kijken. En graag tot de volgende keer.